Hoe overtuig je 400 mensen Amsterdam de World Pride van 2026 te gunnen? Bijvoorbeeld in Oer-Hollandse klederdracht. Ik ben getrouwd met een Venezolaan en hij zei, jullie moeten wat meer de trots van jullie land. Hij zei, dat mis ik wel eens in Nederland. Jullie mogen best laten zien waar jullie vandaan komen. Het heeft ook echt succes gehad. Het heeft zijn werk gedaan. En hoe? In Mexico, op de jaarlijkse conferentie van Pride-organisatoren, versloeg Amsterdam concurrent Orlando uit Florida met krap 60% van de stemmen. Het team, inmiddels weer terug in het land, hoorde het nieuws vanochtend. Nou, we hebben nog geen tijd gehad om op te ruimen. Ik kreeg spontaan eigenlijk meer trek in een champagne dan in een kop koffie. Maar die bewaren we toch voor vanavond. De Hollandse knulligheid van de pakjes is maar schijn. Achter het binnenhalen zit jaren werk. In het bidboek zaten brieven van de Nederlandse regering en tientallen organisaties en sponsoren. Ook de gemeente is enthousiast, al zijn er aandachtspunten. Wij hebben als stad bewezen dat wij grote evenementen aankunnen. Maar we zijn ook realistisch. Als we kijken naar de ontwikkeling in de stad en de renovaties van onder andere bruggen en de kades, ik noemde maar één grote. En dan moeten we daar omheen gaan werken en daar, als het nodig is, en ik denk het wel, maatregelen treffen. Want een World Pride staat garant voor flink meer bezoekers. In totaal, nou wat ik eigenlijk zeg, zo'n 50.000 tot 150.000 man meer. Op het voorlopige programma staan voor ons bekende onderdelen, zoals de botenparade. Maar die Canal Parade wordt nu niet het hoogtepunt van onze Pride, maar dat wordt de Pride March in het laatste weekend. En in een World Pride willen alle Prides mee kunnen lopen. Dat kun je niet zomaar mee varen, want daarvoor zitten we vast aan die 80 boten. En dus we hebben dan de World Pride March. En alle Prides gaan dan voorop voordat onze eigen march erachteraan komt. Ja, en dan kunnen er zoveel mee lopen die willen. En dus kan Amsterdam zich opmaken voor een 15-daags mega-evenement. Eind juli 2026 barst het feest los.